Wat weet jij over de oertijd? Waren wij mensen toen niet net iets meer dier en minder mens? Konden we al praten? Konden we al grapjes maken? Hadden oermensen feestjes? Let's go! En deed ik dan mijn mooiste dierenhuid aan? Of had ik eigenlijk gewone kleren? Hoe kunnen we dat nu allemaal te weten komen? Want van die holbewonertekeningen, ja, daar kunnen we toch niet zoveel uit afleiden, hè? Nee, inderdaad. Daarom dat wij direct de menselijke resten van ons voorouder bestuderen. Bijvoorbeeld, hier hebben we een man van een volwassen man. Maar door de analyse en onderzoek dat we hier doen aan de VUB, kunnen we veel meer informatie uithalen. Dit is Christophe Snoek, geochemicus aan de VUB. En vandaag ontdekken we hoe hij samen met archeologen onderzoek doet op eeuwenoude botten. En hoe hij met nieuwe technieken nu meer informatie uit die botten kan halen dan 100 jaar geleden. Zo komen we beetje bij beetje meer te weten over de mensen die hier eeuwen geleden rondzwerven. Wie leefde er 5000 jaar geleden in jouw dorp? 5000 jaar geleden in de prehistorie. Denken jullie misschien dat het meestal jagers en verzamelaars waren? Maar men moet niet vergeten dat 4000-5000 jaar geleden in onze streken een landbouwrevolutie gebeurde. En dan worden we boeren. We beginnen huizen te bouwen, we beginnen granen te kweken enzovoort. En zo ontstaan de eerste dorpjes in ons land. En als iemand stierf in deze dorpjes, dan worden ze ofwel gecremeerd of begraven. Het grote deel van het onderzoek dat ik doe hier, focaliseert inderdaad op die boeren van de Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd tot het Romeinse Rijk. We hebben geen schriftelijke bewijzen van hoe dat men leefde 5000, 4000 jaar geleden, maar we kunnen wel door de botten en tanden van die mensen heel veel informatie uithalen om hun leven te reconstrueren. En die botten en tanden die vinden we terug tijdens archeologische opgravingen. Als je geluk hebt, dan zijn het volledige botten, dan is de persoon vaak gewoon begraven. Maar soms zijn de menselijke resten die we terugvinden piepkleine stukjes bot of tand. En dan hebben we te maken met verbrande resten. Die mensen die werden dus eerst gecremeerd en dan pas begraven. Die worden opgegraven en dan eerst macroscopisch bestudeerd. Dus proberen de verschillende stukken botten te herkennen. Proberen te weten of dat we met een vrouw of een man te maken hebben. Een kind, een volwassene enzovoort. En dat kunnen we al op macroscopische niveau doen. In mijn onderzoek probeer ik zoveel informatie uit te halen van tanden en botten van ons voorouders. Je bent wat je eet. Alle chemische elementen die door je voedsel in je lichaam komen, blijven min of meer een lange periode in je lichaam. En een deel van die elementen komen binnen je botten en tanden. En als we die elementen gaan bekijken, via verschillende chemische methoden, kunnen we terugvinden waar iemand vandaan kwam, wat men at, en zo hun leven herconstrueren. Ons eten, ons dranken bevatten verschillende chemische elementen. Koolstof, stikstof, zuurstof, strontium. En die verschillende elementen hebben soms verschillende isotopen. En wat zijn isotopen? Dat zijn chemische elementen die een ander gewicht hebben. Dus bijvoorbeeld, we hebben koolstof 12 en koolstof 13. Dat zijn twee atomen, twee keer koolstof, maar twee verschillende isotopen. En verschillende voedseltypen hebben bijvoorbeeld verschillende verhoudingen van die twee koolstofisotopen. De verschillende verhoudingen van koolstofisotopen tussen tarwe en maïs kunnen we bepalen, want inderdaad, maïs bevat meer koolstof 13 isotopen dan tarwe. En met die analyse die we hier uitvoeren, kunnen we inderdaad vinden of men meer tarwe, meer maïs at, maar ook of dat men meer vlees of meer groente at. Afhankelijk van de soort voedsel dat men eet, dus bijvoorbeeld ofwel een sla en wortelen, gaan de isotopenverhoudingen in deze verschillende voedsel anders zijn dan bijvoorbeeld in vlees of in granen. En dus als men meer wortelen eet of meer vlees eet enzovoort, dan gaan die verhoudingen in ons lichaam anders zijn. En daarbij bijvoorbeeld deze worten die van Duitsland komen en die sla die van Spanje komen, zijn gekweekt op verschillende gebieden. En die verschillende gebieden hebben verschillende verhoudingen van strontiumisotopen. En dat gaat ook een signaal achterlaten in onze botten en tanden.
En door die isotopenanalyse uit te voeren, kunnen we beide weten welke soort voedsel men at en ook waar die vandaan kwam. Je mag er dus vanuit gaan dat de groenten die mensen vroeger aten op dezelfde plek geteeld waren als waar ze woonden. En ook zo voor vlees. Mensen die gingen dat niet van ver halen. Dus de isotopen die je dan opneemt in je botten en in je tanden, komen overeen met de isotopen in de grond, van op de plek waar je woonde. Als we een skelet hebben en we willen weten waar dat die persoon vandaan komt en wat die persoon at, gaan we verschillende kleine stukjes bot en tanden gebruiken. Dus bijvoorbeeld gaan we hier één klein stukje van 1 gram uithalen om de koolstof- en stikstofisotopen te meten en daarvan kunnen we de dieet van die persoon bepalen. Tegelijkertijd gaan we van de tanden de strontium- en zuurstofisotopen gaan analyseren en daar kunnen we dan bepalen waar dat die persoon tijdens zijn jeugd leefde. Wetenschappers doen al meer dan 30 jaar isotopenonderzoek op botten van mensen die begraven zijn. Maar waar Christophe en zijn team nu echt gespecialiseerd in zijn, is onderzoek op gecremeerde botresten. Dus van mensen die eerst verbrand werden en daarna begraven. Tijdens crematie kan de temperatuur kan tot 1000 graden gaan en daardoor zijn een heleboel chemische elementen verdwijnen. Koolstof is zeer lucht, stikstof is zeer lucht, dus een groot deel verdwijnt. Er blijft een beetje achter, maar die zijn wel gemodificeerd geweest. En dus we kunnen ze niet meer gebruiken, gelijk in een inhumatie, om dieet te bepalen. Strontiumisotopen. Strontium is veel zwaarder dan koolstof en stikstof. En die element wordt niet veranderd door de hoge temperaturen. En daardoor kunnen we eigenlijk die metingen nog uitvoeren, zelfs na een crematie van tot 1000 graden. In het verleden, als gecremeerde resten gevonden waren, waren ze vaak gewoon weggesmeten. Men vond ze niet interessant. Nu gebeurt dat niet meer. En dan waren ze bewaard in museumcollecties en wij zijn ze daar gaan halen om ze hier te kunnen analyseren. En in moderne opgravingen worden ze heel goed behandeld en komen ze vaak naar hier om voor verder analyse. Hier in het labo aan de VUB analyseren we crematieresten van de hele wereld. Meestal van België en Europa, maar ook vanuit Brazil bijvoorbeeld. En de reden daarvoor is dat wij een van de enigste labo's zijn ter wereld die die soort analyse kunnen uitvoeren, gespecialiseerd op crematies. En dus in opgravingen denkt men meestal dat we potten vinden, munten vinden. En inderdaad, we vinden dat. Maar wat mij interesseert is meestal wat we in die potten vinden. En onder andere gecremeerde menselijke resten. En dat zijn niet grijze assen, als men kan denken. Dat zijn eigenlijk witte stukjes bot dat we kunnen vinden en gemakkelijker herkennen in die opgravingen. En die kunnen we analyseren. Die zijn wit, omdat alle organische materiaal vernietigd is geweest tijdens de crematie tot 1000 graden. En van dit gaan we proberen de verschillende stuk botten te herkennen en te classificeren afhankelijk van welke bot dat ze vandaan komt. Bijvoorbeeld hier schedelstukken. En dan kiezen we een stukje bot. En die bot gaan we dan verder analyseren in het laboratorium. Thank you. En nu dat de staal volledig mechanisch proper gemaakt is, nemen we ze naar het chemische labo. Nadat we de strontium hebben geëxtraheerd, geïsoleerd van de botten in de clean labo, komen de stalen naar hier. We zetten de stalen hier en dan wordt de strontium in een vloeibare vorm opgezuigd in de massaspectrometer. En dan, door verschillende elektromagnetische invloeden, worden de verschillende isotopen van strontium gescheiden. Bijvoorbeeld lichtste isotopen, de luchtste isotopen, worden meer beïnvloed door de elektromagnetische kracht en worden meer van hun traject afgewijkt. Maar de zwaardere isotopen minder. En zo kunnen we de verschillende isotopen scheiden en door de collectors laten meten. En in mijn kantoor, via mijn computer, kan ik op de toestel de resultaten gaan halen. En na een paar berekeningen kan ik weten welke de exacte isotoopverhouding van strontium 87 en 86 is. En dat vergelijk ik met een kaart. En ik zie dat die isotoopwaarde hier overeenkomt met de groene zone op die kaart. En dat betekent dat die persoon eten at van die groene zone en daar ook woonde.
De reden waarom we die analyse doen op grote schaal is eigenlijk om verschillende patronen van mobiliteit te bepalen. Aan de ene kant hebben we migratie, maar aan de andere kant hebben we ook mobiliteit tussen dorpjes binnen een land. En dat zijn twee verschillende soorten mobiliteit dat wij proberen te bekijken. Het onderzoek van Christophe naar de mobiliteit over heel de wereld kan ook nog eens helpen om klimaatveranderingen in de prehistorie in kaart te brengen. Want mobiliteit en klimaat die gaan blijkbaar vaak samen. Als het klimaat slecht wordt, wil men daar niet meer leven. Of als het te koud wordt, is dat niet gezond. Er zijn momenten dat we weten dat zelfs vandaag ook met klimaatveranderingen, er zijn mensen die hun huis verlaten omdat het te warm wordt, te nat wordt of het zeeniveau verhoogt en die plekken worden niet meer mogelijk om daar te leven. Dus er zijn connecties tussen mobiliteit, migratie en klimaat. De wetenschap over ons, dat vind ik zot. Je moet je eens voorstellen dat ze binnen 5000 jaar in uw botten zo aan zitten te boren. Maar dat gaat niet nodig zijn, want je laat het internet van alles achter cookies vesten. Cookies, ja. Ja, bon. Je moet ervoor oppassen en als je er meer over wilt weten, deze video bekijken. Daar staat er van alles in, wat dat ook mag zijn in de video.